Mevrouw Zeldenbeek, u bent hier aan het wandelen, maar ontbreekt er iets? Ja, we missen hier bankjes. We hebben hier een aantal jaar geleden stonden hier altijd nog twee bankjes. De prullenbak staat er nog, maar de bankjes waren opeens verdwenen. Ik heb daarover al een paar keer de gemeente gebeld. Maar de gemeente zegt, er staat geen budget op de begroting. Dus we hebben er geen geld voor en geen bankjes. Maar dat is toch niet zo'n probleem, een paar bankjes meer of minder? Ja, het lijkt mij ook hoor. Ik heb zelfs een voorstel toen gedaan om daar gewoon een paar dikke boomstammen weg te halen ergens. Er is altijd wel ergens een boom die omgaat. En die een beetje af te vlakken. En dan kunnen wandelaars en fietsers ook op zitten. Want het was altijd een drukke plek. Er zaten altijd wel mensen op en altijd fietsers kwamen hier langs. En ja, dat kan niet. Je moet nu 2 kilometer lopen naar het volgende bankje. Als je van Leimuiden afkomt, moet je 4 kilometer lopen tot Beeldendam. Er staan helemaal geen bankjes. Dan kwam je hier, dan kon je altijd nog even zitten. En dan kon je weer verder richting Langeraar. Nou, dat is nu allemaal weg. Je moet gewoon doorlopen. Kijk, ik kan het wel, maar er zijn ook ouderen die rust nodig hebben. En daar pleit ik voor bankjes. En op hoeveel plekken en op welke plekken zijn bankjes verdwenen dan? Er zijn minstens 11 bankjes verdwenen in Leimuiden. En daar vallen deze 2 ook onder. Maar in Leimuiden zijn er bankjes verdwenen op de Grietpolderweg, in de bocht. In de Merenwijk, aan de Westbaan, bij de schaatsbaan. Daar stonden ook altijd 2 bankjes, ook verdwenen. En zo zijn er nog meerdere bankjes verdwenen in het dorp. In ieder geval, ik tel er zo al 11. Maar het zijn er nog wel wat meer als ik nog dieper na ga denken. Maar u heeft een oplossing. Ja, ik heb een oplossing. Ik heb zelf maar een bankje meegenomen waar je op kan zitten. En met mij zijn er meerdere mensen in de Vriezenkoop die zelf een bankje hebben neergezet. Waarvoor ik ze natuurlijk heel dankbaar ben. Maar eigenlijk vind ik het een taak van de gemeente die daarvoor moet zorgen. En niet dat particuliere mensen bankjes neer moeten gaan zetten. En u heeft ook nog een idee om dat voor toeristen aantrekkelijker te maken? Ja, we zeggen steeds we willen een recreatiegemeente zijn. Nou, maak een soort bankjesroute. We hebben trouwens hier, gaat ook de pelgrimsroute langs. Dat zijn lange afstandswandelingen en mensen die lange afstanden lopen. Maar gelukkig, de gemeente Nieuwkoop, die heeft genoeg bankjes staan op 50 meter afstand. Begint Nieuwkoop en dan krijgen we de bankjes. Waarom niet hier in Kagen-Brasem? Nou, geeft u het goede voorbeeld even aan? Ik zal gaan zitten. Het zit heerlijk.